naar deze nieuwe, nieuwe video. Vandaag een andere achtergrond dan normaal. Want ik ben niet op stal. Ik ben nu bij Atlas. En ik ben hem nu eerst even aan het logeren, zodat hij even zijn ei kwijt kan. En dan daarna wil ik grondwerk met hem gaan doen. Dus ja, dat ga ik nu een klein stukje filmen. Ik ga nu gewoon op woensdag, want ik ga nu als het goed is elke woensdag ook Atlas doen. Ga ik... Ga ik nu ook Atlas dus filmen. Voor zover ik het niet vergeet. Zodat we wel nog video's online kunnen zetten. Ja, dat dus eigenlijk. Ik ga nu een stukje filmen van Atlas. En dan zien jullie mij zo terug. Symphonies. Before all I heard was silence, a rhapsody for you and me, and every melody is timeless. Life was stringing me along, then you came and you cut me loose, was solo singing on my own. Now I can't find a key without you, and now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I'm feeling complete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. What if I told you that I love you? Would you tell me that you love me back? What if I told you that I miss you? Would you tell me that you miss me back? What if I told you that I need you? Would you tell me that you need me? Yeah. If I tell you all my feelings, would you believe me? Yeah. What if I told you that I love, 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 love you? Yeah. What if I told you that I love, love, I told you that I need you. Would you tell me that you need me too? But
What if I told you that I love, 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 love you? Hey, when you told me that you love me, was I a fool to believe in you? When you told me I was special, was I dumb for trusting you? When you told me that you want me. Hier nog steeds met Atlas. Hey, Atti. En nou, hij kon nog volgens mij geen Spaanse pas. Nou, het begint er al aardig in te komen nu. Dus daar ben ik blij mee. Ook wijken aan de hand. Ik weet ook niet of hij dat kon, maar hij kan het nou. Of kon het al. En ik ga dus nu ook met hem aan de slag met grondwerk en zo. Zodat we eerst meer vertrouwen in elkaar krijgen. Nou, het vertrouwen is er op zich wel. Alleen met rijden, omdat we er afgevallen zijn. Ik weet niet of ik dat had verteld in de vorige video. En ja, het was meer door deze vriend dat hij een beetje op hol ging slaan. Nou, bij mij was het gewoon omdat hij te veel energie had, want ik ging al als eerste op. En toen moest hij even zijn ei kwijt. Nou, Cheyenne is ook weer oké. Ik heb eigenlijk ook geen pijn meer vandaag. Gisteren wel nog. Nee. En het gaat nu supergoed. Oh, hij gaat waarschijnlijk rollen nou. Hij doet zelf de Spaanse pas. Sukkel. Nee, maar ik hoop dat jullie het ook leuk gaan vinden als ik dan de Atlas combineer met de meiden. Hij doet zelf de Spaanse pas. Maar dan ga ik dus combineren. En ik hoop dat jullie dat leuk gaan vinden. Want we moeten straks weer naar buiten met Famke. Dus dat gaan we dan ook doen. Dat is eigenlijk voor nu. Dus ik ga straks Atlas weer op de paddock zetten. En hij staat daar. Naast die blauwe bak, zeg maar. Hé, hey, ja, daar sta je ernaast. En dan ga ik ook straks richting de boerderij. En dit was dan officieel mijn eerste dag zonder de moeder van Cheyenne bij Atlas. Dus het ging supergoed eigenlijk. Ik zit nou even in de kast. Ik dacht misschien is het even leuk om een kleine staltour te doen hier ook. Als ik hier toch vaker ben, gaan jullie toch vaker dingen zien hier. Maar het is niet zoveel, dus dat kan ik wel laten zien. Nou, dit is de kast. En daar hangen ook nog spullen. Nou, dan heb je hier box. Kijk hoor. Dat is geen stal als het goed is. Dat is volgens mij een opruimhok. Dat is een stal, dat is een stal, dat is een stal, dat is een stal. En die van Atlas is daar bij het rode touwtje. Nou, dan staat hier om de hoek nog een stal. Maar hier. Nou, hier allemaal zaagsel, hooi en weet ik veel allemaal. Nou, en dit zijn dus al die stallen. Nou, dit is Atlas' stal. Deze. En ik ga nu even lopen naar de bak. Ik zal trouwens even kijken wat hierin. Ja, dus voerhok. Nou, hier allemaal spullen, hindernissen, pionnetjes, dekens. Van alles nog wat, zweepjes die je kan lenen. Nou, hier is de bak. Het is best wel groot, alleen nu best wel nat op zich. Nou, maar dat is dus best wel groot, vind ik persoonlijk. En als je daar zo kijkt, ik kan hem nou niet precies aanwijzen, maar dan daar zie je de boerderij waar we dan staan met Cutie, Magic en Famke. Hier is een longeersingel. Of een singel, cirkel. En zoals je ziet staan daar al die paarden. En Atlas staat dus daar ergens tussen achter die bak. Achter deze bak. En als het goed is wat ik begrepen heb van Cheyenne is dit de springwei / gewoon de wei. Dus dat moet ik nog zien. Maar het is dus de bedoeling dat ik nu elke woensdag voor zover ik kan met school en weet ik veel allemaal. Dat ik dan Atlas ga doen. Met of zonder de moeder van Cheyenne. Dus we gaan zien hoe het gaat. En trouwens, ik weet niet of ik het gezegd had, maar met Cheyenne en mij gaat het allebei weer goed. Met spieren en weet ik veel. Al heeft Cheyenne volgens mij wel nog een hele lichte hersenschudding. Maar voor de rest gaat het allemaal super. En ik ga dus nu mijn spullen pakken, kast op slot doen en dan ga ik ook weg. Nou, ik ben nu bij de meiden. Even hoor bij verder en dan ga ik zo'n Famke pakken, want als het goed is komt Cheyenne er ook zo aan. En dan gaan we naar buiten toe. Waarschijnlijk met z'n tweeën. Dus hoe ver weet ik niet. Misschien dat ik mijn fiets wel meeneem of zo. Maar dat ga ik in ieder geval doen.
pad gevonden. En we gaan nu ook in huis. Dus doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal en klik op het belletje als je geen video's wil missen. En tot de volgende keer.